Renault Antwerpen. De auto's van stad. 4:20 vanmiddag. De Intercity vanuit Den Haag, die vanaf nu ook overdag rijdt, is nergens te bekennen. Een defecte L-trein op de grensovergang zorgt voor de vertraging. Reizigers van die L-trein zijn met bussen geëvacueerd. En zo lijkt het maar niet te stoppen met de problemen om een goede treinverbinding naar Nederland in stand te houden. Wel, natuurlijk, een rechtstreekse trein Den Haag-Antwerpen-Brussel is beter dan een pendeltreintje dat niet verder naar Roosendaal rijdt. Maar het probleem is een beetje dat het er zo weinig zijn. Wij willen graag elk uur een trein, zoals het tot december het geval was. De eerste trein komt nu pas in Antwerpen aan om 9:00 's ochtends. Voor veel mensen is dat te laat. De NMBS reageert dat het voor de zomervakantie een evaluatie zal houden over het treinaanbod. De grote vraag is natuurlijk of ook de Fira tegen dan terug rijdt of niet. Treintrambus wil zo lang niet wachten. Wel, de treinen staan stil ergens in Nederland, de Benelux-treinen. Dus zet die zo snel mogelijk terug in en laat een uurdienst rijden. Desnoods, tot het zover is, kan je het pendeltreintje opnieuw laten rijden, zoals het tot gisteren het geval was.